Ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. En vandaag, ja, je ziet het al in je titel, gaat over kaal worden. Voordat ik daar natuurlijk wat over ga hebben, ga ik het hebben even over de gameplay. De gameplay die jullie zien is van mij natuurlijk. Ik had van de week met Mo van mijn manier natuurlijk, hè. Mo, je kent hem natuurlijk allemaal al, beeldspeler Mo. Dan had ik even Gun Game met hem opgenomen. Voor zijn kanaal eigenlijk. Even ja, gewoon een soort van real life commentary, zou ik het zo zeggen. Daarna ging ik nog een potje spelen. Haal ik op Nuketown gewoon 20-2. En eigenlijk ook nog volgens mij zo'n 1 minuut. Dus de 1 minuut 30, 1 minuut 40 gameplay eigenlijk. Hè, als ik dan vanaf de eerste kill tel. Dus ja, super snel natuurlijk. En het is natuurlijk geen wereldrecord, maar in ieder geval wel van mij is het in ieder geval een van mijn snelste potjes Gun Game ooit natuurlijk. Tweede potje is trouwens op Hijack, dat ging wat minder, maar win ik ook. En het is in ieder geval lekker voor de achtergrond gameplay. En we gaan het even hebben natuurlijk vandaag over het kaal zijn. Want sommige mensen die me natuurlijk via Twitter, ik denk dat jullie trouwens mij allemaal natuurlijk via Twitter volgen, hadden gezien dat ik vorige week een tweet heb geplaatst. En ik zal hem eventjes in beeld laten komen van, nou, speciaal voor @theKing77NL verlaag ik het. Bij 1000 retweets zal ik mijn hoofd kaal scheren op mijn verjaardag. Nou, ik ben jarig op 7 augustus. He, dat is volgende week al eigenlijk, hè? Volgende week al, jezus mensen. En daarna had ik eventjes een tweetje geplaatst van, hey, kijken. Moet ik even pakken? Oh, dat is ook leuk. De deal staat bij de W tot 5 augustus. Hè. We moeten wel een beetje uit een eindding geven, zeg maar. Een eindtijd. Bij de W tot 5 augustus. Dus zal wel zo eerlijk zijn de tweet vastzetten. Als dat lukt. Ja, ik wist nog niet hoe het kon. Maar in ieder geval, ik heb de tweet vastgezet natuurlijk op mijn Twitter. Dus hè, als je naar mijn Twitter-profiel gaat, zie je meteen die tweet over dat ik, hoor ik weer dat ik de retweets wil hebben voor kaal te worden. Nou, Paul natuurlijk lekker erop ingaan meteen. Van, hé, hey, dat is mooi. Dat is mooi. Please spam allemaal eventjes 1000 likes op die tweet van Fish. Koop dit snel bots of whatever. Fish hier helemaal kaal is natuurlijk epic. En toen zag ik de retweets omhoog gaan. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik... He, want hij zei in eerste instantie van, nou, je moet 500 retweets. Want ik zei voor de gein in eerste instantie zelfs 1000, maar 10.000, maar... Hij zegt, ja, je bent een lafbek. Je moet gewoon lekker eventjes gewoon vragen om 500 retweets. Nou, heb ik toch maar voor de veiligheid heb ik 1000 gedaan. Ik dacht mezelf, nou, het zal wel heel erg lastig worden. Maar uiteindelijk hebben wij bijna 700 retweets. Tot nu toe al. En officieel loopt het door tot 5 augustus. Maar, ach ja. 700 retweets van een kanaaltje zoals ik heb natuurlijk. En dan ook nog in de vakantie. Ah, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het echt super tof dat iedereen zo mij volgt eigenlijk op Twitter. Want ja, ik heb toch 700 retweets gekregen. En dat is natuurlijk gewoon super cool, super vet natuurlijk. Daardoor heb ik besloten om het te gaan doen. Ik ga gewoon, op mijn verjaardag ben ik gewoon kaal. En wat we gaan doen is het volgende. Paul en ik zien elkaar natuurlijk volgende week vanwege Gamescom, hè, 5 augustus. Daarna blijf ik bij hem slapen, als het goed is. En dan ga ik in ieder geval 6 augustus lekker kaal scheren. En 7 augustus ben ik jarig, dus ik ben dan in ieder geval met mijn verjaardag natuurlijk kaal. Dus ik ben benieuwd hoe dat staat eigenlijk, ja toch? Het zal wel heel erg vreemd zijn. En gelukkig groeit mijn haar wel snel, want ja, dit is gewoon bijvoorbeeld van... 3 weken geloof ik, hè. En ik had best wel heel erg kort. En eigenlijk moet ik elke 4 weken onder de kapper. Ik word daar helemaal fucking gek van. Maar ik ga in ieder geval gewoon kaal. In ieder geval met mijn verjaardag ben ik gewoon helemaal kaal. En dan doe ik echt kaal, hè. Met een scheermesje zo. Scheermesje en zo. Dus dat gaat wel super epic worden natuurlijk. Wat ik natuurlijk ook cool vind is natuurlijk dat andere YouTubers natuurlijk wel een beetje inspiratie van mij opdoet. En dat is natuurlijk super cool om te zien natuurlijk. Dus ik ben benieuwd ernaar en hartstikke leuk natuurlijk. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van de korte commentary. En Fishy gaat dus kaal. Hou mijn kanaal in de gaten. Tot de volgende keer en bye bye.